Muzikale verwijzingen naar het nieuws van de afgelopen week. Welke link kun jij leggen tussen de fragmenten en de actualiteiten? Dit is de Muzikale Nieuwsquiz. Ik ben benieuwd wie er deze week gaat winnen. Ik ben ook echt de enige die kan falen op dit moment. Ja, ja, maar ook de enige die kan winnen. Ja, maar ja. Kijk, het positief. Dat gaat gebeuren. Ja. Heb je het nieuws gevolgd een beetje? Nee, niet zo heel goed. Nee, het is echt verschrikkelijk. Ik zou het moeten doen, maar ik weet niet waarom ik het niet doe. Nou, dan heb je er in. Kleine opbeuring voor je. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Het zijn vrij algemene nieuwtjes. Oh, oké. Doe thuis vooral ook mee. Als je het nieuws een beetje hebt gevolgd. We hebben 3 nieuwtjes. En die luiden we in met elk 2 fragmentjes. En een aanwijzing. Met daarbij de vraag: over welk nieuws gaat het? Spannend. En hier komen de eerste 2 fragmentjes. Hey lieve luisteraars en natuurlijk de kijkers van Him voor de Weekend. Normaal gesproken zijn we op de radio, maar dat gaat nu even niet. Wij weten allemaal waarom. Er is een virus in de wereld en dat betekent dat we elkaar niet meer mogen zien. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we jullie in de steek laten. De komende weken zullen we je via deze Q-vlogs op de hoogte houden van onder meer brand new music. Him for the Weekend. Ja. Ja, er komt nog een aanwijzing bij en dat is het begin van het einde. Oké, ik heb iets opgeschreven. Dat is heel mooi. Ja. Doe dat thuis ook als je enig idee hebt waar dit over ging. Dan gaan we snel door naar het tweede nieuwtje met deze fragmentjes. Een aanwijzing hierbij is: als alles mee zit, moet dit haalbaar zijn. Oké, ik heb weer iets opgeschreven. Ja. Het voelt goed. Het is allemaal niet zo heel moeilijk deze week. Nee. Nou, zet je schrap, thuis ook. Komt hier de laatste fragmentenronde. Over welk nieuws van afgelopen week gaat dit? Gaat dit. Hij doet het weer niet, hè? Gaat dit. Oh, ja. O'clock in the morning, the conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bedroom. Een aanwijzing die hierbij hoort is: je moet er wat voor over hebben. Oké. Oh, die vind ik wel moeilijk. Ja? Ja, ja. Ik heb wel wat opgeschreven, maar ik weet niet of het goed is. Bij die andere ben ik wel redelijk zeker ervan. Oké, dan gaan we nu naar de uitslag van de muzikale nieuwsquiz. Hij doet het niet. Godverdomme. Zo'n frustratie. Zo naar. Goed. Het eerste nieuwtje. Je hoorde een stukje van onze allereerste Q-vlog. Die we vorig jaar maakten in de eerste lockdown. En daarna hoorde je Birthday van Katy Perry. Met de aanwijzing: het begin van het einde. Waar gaat het over? Dat, dat Nederland 1 jaar geleden in lockdown is gegaan. Weet je de datum nog? 13 maart. Sinds 11 maart. Sinds 11 maart kent Nederland een pandemie. Kijk, dat zou jij moeten weten. Hashtag coronabeschouwing. Ja. Ja, dat is inderdaad waar. Aankomende week, 11 maart, dan is het 1 jaar geleden dat we in lockdown gingen. Ik vond het tweede fragmentje ook heel leuk, dat het een soort verjaardag is. Valt vrij weinig te vieren, moet ik zeggen. Ja. Ja. Nou, had je dus goed. Ik hoop dat je het thuis ook goed had. Gaan we niet controleren, maar we gaan wel door naar de tweede ronde. Daarin hoorde je Within Temptation met Faster en Playa Hitty met Summer's Magic. En de aanwijzing was: dat alles mee zit, moet het haalbaar zijn. Ik heb Hugo de Jonge horen zeggen dat waarschijnlijk voor 1 juli iedereen tenminste 1 vaccin heeft. En dat we dan een redelijk normale zomer tegemoet kunnen gaan. Dat is weer goed. Nou, wat goed, Miguel. Inderdaad, er zijn wat extra vaccins komen eraan. En dat Janssen-vaccin komt er ook aan. Ja. Er komt best wel flink wat doses komen er van binnen. Moet je daar ook niet 1 vaccin van hebben? Precies, hoef je maar 1 prik van te hebben. Dus daardoor kan het extra snel gaan. En de jongen zegt: als alles mee zit en alle afspraken worden nagekomen, kunnen inderdaad 1 juli kan het grootste deel van de bevolking ingeënt zijn. Nou, wat gezellig. En dat vinden wij fijn. Ja, de summer is magic. Goed. Nou, dan tot slot. Nummer 3. Moet even handmatig doen, sorry.
Je hoorde Lady Gaga met Hair en Lily Allen met Who'd Have Known. En de aanwijzing was, je moet er wat voor over hebben. Ja, deze wist ik dus niet zeker. Maar ik dacht dat de avondklok waarschijnlijk verlengd gaat worden. Nee. Oh. Nee, wat slaat Hair dan op? Ja, dat weet ik niet. Maar ik weet het niet. Hey, het gaat over dat kappers weer open zijn. Oh, tuurlijk! Ja, ja. Is my hair. En je hoorde bij Lily Allen, it's 5 o'clock in the morning. Want zilverkappertje begonnen om 5 uur 's ochtends al met knippen. Oh ja, ja. Ik heb wel ook een afspraak al gemaakt. Ja? 27 maart ga ik mijn hele haar weer helemaal wit maken. Nou, spannend. Want de uitgroei is zo lelijk geworden nu. Nee, vind ik helemaal niet. Nee. Nee? Oh, nee. Ik vind het zo. Ik dit vind is het zo chaotisch. Veel, maar... Ja, ik vind het zo chaotisch eruit zien. Ja, het is wel een beetje stressvol, maar. Ja, nee, inderdaad. De aanwijzing was, dus je moet er wat voor over hebben, want ze zit al wekenlang vol en sommigen die moeten al om 5 uur aanwezig zijn 's ochtends. Nou. Dus hoe laat heb jij de afspraak? Hoe laat heb ik de afspraak? Ik heb hem 12:30 of zo. Oh, 's nachts. Maar het is op een zaterdag ook, hè? Dus die zaterdag heb ik gewoon vers wit haar. Oh! Ja. 27e zei je? Ja, klopt. Zit er nou op de 6e? Ja. Ah, duurt even. Dat duurde inderdaad nog eventjes. Ik had hem eigenlijk op de 10e staan, maar toen kon ik in één keer niet meer. Dus naar de 27e. Ja, vervelend. Straks heb je haar op de kont hangen en zo. Ja, mag ik flesjes maken? Ja, doe maar. Oké, gaan we doen. Welkom bij de cursus Weekend voor Behimmers. Allereerst duimpje omhoog doen, daarna delen met je vrienden en natuurlijk volgende week weer kijken.